Mijn naam is Niels Molenaar en mede-eigenaar van Molenaar Agricultuur. Mijn naam is Dennis Molenaar. Ik ben een van de eigenaren van Molenaar Agricultuur. Wij kweken pioenrozen, zowel voor de bloem als voor de stek. Maar voor de bloemen, dat is toch wel het mooiste wat er is. We onderscheiden ons van andere pioenenkwekers omdat we alles in eigen beheer hebben. En daardoor ook de kwaliteit kunnen garanderen. En dit doen we in Amerika, in Frankrijk en onze hoofdlocatie is in Nederland, in Hensbroek. De grondbewerking dat wordt van tevoren uitgevoerd voordat we kunnen planten. En dat houdt in dat we de toplaag gaan frezen, gaan spitten en dan nog een keer gaan frezen. Zodat alles in één werkgang klaar ligt voor de plantmachine. Het planten gebeurt meestal in september, oktober. Dit doen we zodat ze nog een worteltje kunnen maken voor de winter. Na het planten gaan we kunstmest strooien, zodat alle voedingsstoffen op het land ligt voor een goede groei. Het kunstmest strooien doen we twee keer per jaar. Eén keer voor het uitkomen en de andere keer na de broei. Daarna spuiten we een paar keer met bodemherbicides, zodat deze onder controle blijven. Van het voorjaar wordt meestal beginnen met beregenen. En dan als de droogte dreigt toe te treden. En dat willen we voorkomen, zodat de plant gewoon altijd een 100% groeikracht kan gaan genereren. Het pluizen gebeurt meestal 2-3 weken voor het snijden uit. Dan halen we de zijtakken eruit en dat zorgt ervoor dat wij een extra groeikracht kunnen genereren in de hoofdknop. Op het moment dat de pioenrozen mooi gekleurd zijn op het land, dan gaan wij ze snijden. En dat doen we met een grote groep om alles gewoon uniformig van het land te krijgen. Als de kisten vol zijn, dan worden ze naar Hensbroek getransporteerd door middel van een trekker met wagen of vier vrachtwagens. En dan gaan ze naar de schuur toe om teruggekoeld te worden. Op het moment dat ze teruggekoeld zijn, dan gaan ze de verwerking in. Dan gaan we alles klantgericht en export klaarmaken. Als de klant zegt ik wil ze in bosjes van 5 of 7 of ik wil meerdere kleuren erin hebben in een exportdoos, dat is bij ons allemaal mogelijk. En dan wordt het getransporteerd over de hele wereld. Het is ook hartstikke mooi om een klein plantje te zien groeien als een volwaardige bloem. Onze bloemen gaan eigenlijk gewoon de hele wereld over. We hebben klanten zuidelijk halfrond, noordelijk halfrond, maakt niet uit waar. Iedereen die onze bloemen wil nodig hebben, krijgt ze. Na de bloemenoogst gaat de pioenroos verder groeien. Op het moment als je groeiseizoen voorbij is, dan sterft de plant af, de bovengrondse delen. En die bovengrondse delen gaan wij op een gegeven moment afklepelen
En dit doen we met een klein trekkertje, waardoor we minimaal insporen. En dat doen we om het stek gezond te houden. Want om toch een bovengrondse gewas gaat afsterven en daardoor niet alle schimmels en bacteriën in de grond kunnen komen bij de stek. Als de gewassen geklepeld zijn, dan gaan we over tot het rooien van de pioenrozen. We nemen twee ruggen tegelijk mee. Er staan twee mannen op de rooimachine. Die pakken het product van de rooimat af en die leggen het in een aparte band. Zodat al het overtollige grond blijft op het land liggen. En dan hebben we alleen het schone product, pioenstek, mee naar huis toe. Op het moment bij binnenkomst gaan wij de stekken voor de eerste keer schoonspoelen. Kwekerij schoonspoelen noemen we dat. Dat houdt in dat de ergste grond eraf is, zodat we daardoor goed de ogen kunnen onderscheiden van het stekmateriaal. En dan kunnen we dan de stekken dan delen van op hoe de klant het besteld heeft. In de spoelmachine hebben we ook UV-lampen. Hiermee doden we de bacteriën van 99%. Omdat we het gebruik van bestrijdingsmiddelen willen beperken. Zo zijn we op deze manier ook duurzaam bezig, op een natuurlijke manier. En dan is het klaar om de stek te snijden. Het snijden dat wordt allemaal met de hand gedaan. Het is best wel een tijdrovend en intensief klusje. Wil de klant meerdere ogen erop hebben of kleine stekjes? Het is net wat de eindgebruiker wil hebben. Na het steksnijden gaan wij al onze producten nog een keer voor de tweede keer spoelen. We gaan ze eerst voorweken in onze voorwekenunit, zodat alle grond- en kleideeltjes losgeweekt zijn. Daarna gaan we ze voor de tweede keer spoelen en dat gebeurt door middel van exportspoeling. Zodat een stek 100% grondvrij is. Na het spoelen ondergaat het stek nog een warmwaterbehandeling. Om alle schadelijke micro-organismen binnen een pioenroos te doden. Dit gebeurt 1 uur bij 43,5 graad. En na het kookproces wordt alles teruggekoeld door middel van lucht. En als op dat moment na een half uur, drie kwartier teruggekoeld zijn, wordt alles ontsmet. Maar doordat wij UV-behandeling hanteren, hoeft een ontsmettingsmiddel minder agressief dan anders. Als zijn de stekken afgekoeld, dan gaan ze de cel in. Daar laten ze nog een nacht staan. En de volgende dag dan gaan we ze verpakken naar mensen van de klant. En vervolgens wordt het opgehaald met een vrachtwagen en dan gaat het naar de eindgebruiker. We exporteren naar alle landen zoals Nieuw-Zeeland, Amerika, Canada en ook binnen Europa. Zo gaat het eigenlijk de hele wereld over. Wat het werk voor mij zo mooi maakt is dat je elke dag buiten bent. Je werkt met een natuurproduct, je hebt te maken met het weer, geen dag is hetzelfde. Het is gewoon bijzonder, omdat je eigenlijk toch alle dagen buiten werkt. En je werkt ook alle dagen met een levend product. En daardoor is eigenlijk geen één werkdag hetzelfde. Die afwisseling, dat interesseert mij wel.